Dinsdag 18 november. Dit is U Vandaag. Hekendorp nog steeds afgesloten voor pers en pottenkijkers. Door Al-Qaeda ontvoerde Sjaak Rijken smeekt om hulp. En de pensioengerechtigde Willy Broert van Beek blijft onze commissaris van de Koning. Goedenavond. Hekendorp is nog steeds grotendeels afgesloten nadat op een kippenboerderij daar afgelopen weekend vogelgriep werd vastgesteld. Verslaggever Peter Kniering. Ja, de boel blijft hier dicht en de grote vraag is nog steeds, zijn de 14 bedrijven, de 14 boerderijen hier in de buurt, zijn die ook besmet met de vogelgriep? Goed, dankjewel Peter Kniering. Straks is trouwens ook burgemeester Verhoeven van Oudewater bij ons te gast. Maar nu eerst ander nieuws van vandaag. De gemeente Utrecht is blij dat de Noordelijke Randweg versneld wordt aangelegd. Het kabinet trekt 165 miljoen euro uit voor dit project. Het is de bedoeling dat de weg tussen 2020 en 2022 wordt gerealiseerd. De gemeente had de plannen al in de koelkast gezet, maar kan dus nu toch weer aan de slag. En de gemeente gaat er trouwens ook vanuit dat provincie en Europa aan de Noordelijke Randweg zullen meebetalen. Het waterschap is op zoek naar mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de buurt van de Hollandse IJssel hebben gewoond. Delen van de rivier bij Nieuwegein, Montfoort, IJsselstein en Oudewater worden binnenkort uitgebaggerd. Het waterschap vermoedt dat er explosieven op de bodem liggen. Ouderen die getuigen zijn geweest van bombardementen kunnen mogelijk helpen die te vinden. De zogenoemde Utrechtse serie-aanrander komt in februari voor de rechter. Justitie verdenkt de 40-jarige man uit Nieuwegein van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen in het centrum van de stad. Vorig jaar werden 2 vrouwen door hem verkracht. Afgelopen zomer werden opnieuw 2 jonge vrouwen door diezelfde man aangerand. Een DNA-match leidde tot zijn arrestatie. Het is november en dus komt de discussie over vuurwerk ook weer op gang. GroenLinks in Amersfoort wil het zelf afsteken van vuurwerk, zelfs verbieden. De partij vindt dat het beter is om voor de hele gemeente een vuurwerkshow te geven, zodat mensen op veilige afstand van de pijlen en knallen kunnen genieten. De schade als gevolg van de uitbraak van de vogelgriep in Hekendorp bij Oudewater kan oplopen tot wel 100 miljoen euro. Dat zegt de Nederlandse vakbond van pluimveehouders. En die hoopt dat het ingestelde vervoersverbod snel kan worden opgeheven. Ja, door dat verbod liggen slachterijen en de pluimveeverwerkende industrie stil. En ook in Hekendorp zelf was het vandaag weer uitzonderlijk stil. Hekendorp blijft ook vandaag weer afgesloten voor pottenkijkers. Alleen omwonenden van de besmette boerderij mogen doorrijden. De Hekendorpers snappen wel dat er maatregelen genomen zijn om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het is een noodvoorziening wat er nu gedaan wordt. Dus ja, de mensen hebben daar echt allemaal wel begrip voor. En zo verschrikkelijk veel hinder hebben we hier ook niet van natuurlijk. Sommige dorpelingen zijn de besmette boerderij liever kwijt dan rijk. Maar Hekendorpers Jan en Jan leven vooral mee met de boer die 150.000 kippen moet laten vernietigen. Die jongen heb je zien opgroeien. En dan 2 jaar geleden is die grote brand geweest. En nou dit weer. Dat, ja, het doe je wel wat. De vogelgriep in Hekendorp heeft de interesse gewekt van de internationale pers. Zelfs journalisten uit Vietnam zijn vandaag neergestreken in het kleine dorpje. We zijn hier in de Hekendorp voor de reportage voor Vietnam publiek. De ziekte was in Vietnam, in China vroeger. En we willen weten hoe Nederland werkt tegen de ziekte. Ondertussen wachten 14 andere pluimveebedrijven in de buurt van de besmette boerderij in spanning af. Er zijn tests bij ze afgenomen die moeten uitwijzen of er ook bij hen vogelgriep heerst. Jan en Jan blijven rustig onder alle aandacht voor hun Hekendorp. Ze hopen vooral dat de vogelgriep zich niet verder heeft verspreid. Niet alleen voor het dorp, maar voor heel Nederland. In Hekendorp staat onze verslaggever Peter Knierim. Peter, 2 bedrijven in de omgeving werden gisteren al vogelgriep vrij verklaard. Hoe staat het met die andere 14? Is er al meer bekend? Nee, is nog steeds niet bekend. Het zou wel vandaag bekend worden. De grote vraag is natuurlijk of daar ook vogelgriep is gevonden. De ruiming is hier inmiddels wel klaar. Ja, en dat vervoersverbod, hè? We zagen het net in het filmpje. Dat is natuurlijk vervelend voor die mensen daar, maar natuurlijk voor iedereen in Nederland. Hoe groot is inmiddels de economische schade voor heel Nederland?
Ja, dat gaat echt om tientallen miljoenen. Om een voorbeeld te noemen, in Lunteren is er bijvoorbeeld een bedrijf wat heel veel kuikens heeft, zo'n 300.000. En die beestjes die krijgen geen voer, omdat het voer ook niet vervoerd mag worden. Ja, ik kan me voorstellen dat een enorme schadepost is. En in Duitsland heeft supermarktketen Aldi al gezegd dat ze binnenkort te weinig eieren in de schap hebben liggen. Ja, oké. Het laatste nieuws vanuit Hekendorp. Dankjewel, Peter Kniering. Vanuit heel Europa komen ze naar Hekendorp. We zagen het net al, cameraploegen en journalisten. En opeens weet iedereen waar het ligt. Ja, zo is het ook alweer. Hè? Burgemeester van Oudewater, waar Hekendorp natuurlijk onder valt, is bij ons te gast. Meneer Verhoeven, welkom. Dank u. Ja, een hectiek. Hoe heeft u het eigenlijk allemaal ervaren de afgelopen dagen? Ja, dat was heel stevig. Afgelopen zaterdag werd ik geïnformeerd van een verdenking. Zondag kreeg ik een telefoontje dat het een besmettelijke variant voor kippen was. En op maandag komt de Europese Commissie bij elkaar. Ja. En dat geeft iets weer van de dynamiek die het heeft gekregen. Wat gaat er door je heen dan? Ja, ja, net als natuurlijk schrikken. Voor mezelf ook. Maar vooral in eerste instantie denk je direct aan de getroffen boer. Want dat is buitengewoon vervelend en na voor hem en zijn gezin. 2 jaar geleden was er een brand. En nu deze ziekte. Maar ook de direct omwonenden zijn geschrokken. Ja. En ja, dat betekent dat het gewoon een impact heeft op de gemeenschap. Maar hoe gaat dat precies? De opsomming, hè, van de gebeurtenissen wanneer u de informatie krijgt. En dan, hoe gaat u dan aan het werk? Ja, zaterdag hebben we al een crisisteam bij elkaar geroepen op het stadskantoor. En dat is eigenlijk tot op vandaag operationeel en ook morgen nog. Ja, heeft u nog contact gehad met andere burgemeesters bijvoorbeeld die voorgaande jaren te maken hebben gehad met vogelgriep in hun gemeente? Ja, in de loop van zaterdagmiddag heb ik contact opgenomen met de burgemeester van Zeewolde, die het ook recent aan de hand heeft gehad. Maar dit was een besmettelijke variant. En die hebben we al een hele tijd niet meer gehad. Hmm. Maar heeft u dan toch daar nog wel wat aan? Aan dat contact met die burgemeester? Een paar tips? Ja, zeker. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou, hij zei, let goed op de schoolgaande kinderen. Ja. Want op een gegeven moment, als je zijn weg af moet sluiten, moet je ook hen goed omleiden. Ja, u zegt besmettelijke variant. Kwam ook gelijk met headlines in het nieuws. Media duiken er gelijk bovenop. Ik kan me voorstellen dat er dan ongerustheid, misschien zelfs wel paniek ontstaat in de gemeente. Nou, dat viel mee. Hekendorpers zijn nuchtere mensen. Mm-hmm. En wel was voor ons heel belangrijk op het stadskantoor om te weten wat precies nu de aard van de ziekte was. Mm-hmm. En daarom heb ik in de loop van zondagmiddag contact gekregen met de staatssecretaris. En die vertelde me dat het wel een voor kippen een hele gevaarlijke variant is, maar voor mensen niet. En dat gaf wel in die zin wel een stuk oplichting. Want er zijn verschillende varianten van vogelgriep. Ja. En de ene is voor menselijke effecten veel schadelijker. Ja. Dus dit valt mee? Dat was een soort of een opluchting? In de loop van zondagmiddag wel. Maar vervolgens betekent dat wel direct communiceren met je eigen bevolking. Met direct omwonenden. Mm-hmm. Hoe doet u dat? We hebben zondagavond direct een bewonersavond gehouden met buren. En gisteravond hebben we een bewonersavond georganiseerd voor iedereen in een straal van 1 kilometer rond het getroffen bedrijf. Ja, allemaal voorzorgsmaatregelen moesten er genomen worden. U heeft dat zelf ook gedaan, maar u heeft zelf ook kippen. Ja. Begrepen. Ja, nee, dat klopt. Ja, die heb ik maar zekerheidshalve binnengehouden. Opgehokt, zoals dat dan heet. Weet u trouwens eigenlijk tot wanneer die noodverordening nou precies duurt? Ja, ik verwacht hem in de loop van de avond te kunnen intrekken. Mm. Dat kan direct, zodra het ruime is afgerond. Maar dat is nog niet afgerond? Nou, ik moet precies zeggen. Het ruime is klaar van de dode dieren. Maar het schoonmaken is begonnen en er moeten nog allerlei materialen worden weggetakeld van het terrein. En zodra dat is afgerond, dan trek ik de noodverordening weer in. U hoeft niet te weten hoe het staat met die 14 andere bedrijven in de wijde omgeving. Ik word daar wel van op de hoogte gehouden. Is het dan ook gelijk helemaal achter de rug, deze vogelgriepcrisis? Nou ja, laten we echt hopen dat de besmetting zich niet verder heeft uitgebreid. Daarom is de eerste 72 uur zo belangrijk. Een landelijke standstill. En per moment wordt bekeken welke maatregel het beste is om de crisis in goede banen te leiden. Ja. Voor de gemeente Oudewater is dan even klaar? Nou, dat denk ik niet. Ja. Want er zal in ieder geval de komende dagen, weken en zo niet maanden, intensief contact moeten zijn met het bedrijf zelf. Maar zeker ook met de buurt. Want dit is toch een
een grijpende gebeurtenis. Ja, zeker. Ik wou zelf nog heel even weten, die noodverordening, hè, als die vanavond eigenlijk niet meer van kracht is. Wat wil dat nou precies zeggen voor de mensen daar? Wat wordt dan opgeheven? Voor de mensen daar verandert niets, want die mogen al komen. Maar ze krijgen dan ook weer mogelijke visite. De schoolkindjes mogen hier langs fietsen. Zo. Precies. Ja. Zullen ze blij mee zijn. Burgemeester Roeven van Oudewater, dank voor uw komst. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen, dit is de slaapkamer van Sinterklaas. En weet u wie Willy Bort van Beek is? Maar eerst Sjaak Rijken. Op internet is een nieuwe videoopname opgedoken waarop de ontvoerde woordenaar Sjaak Rijken te zien is. Het is volgende week precies 3 jaar geleden dat hij in Mali door Al-Qaeda werd ontvoerd. Ja, in die video roept Rijken de Nederlandse regering op om er alles aan te doen om hem na meer dan 1000 dagen vrij te krijgen. En hij richt zich ook tot zijn eigen familie. Please help me. Please. Opeens duikt hij weer op in een video van Al-Qaeda. Sjaak Rijken uit Woerden. In eerdere video's komt Rijken nog sterk over. Ik ben Sjaak Rijken. Ik ben uit Nederland. Ik ben bij Al-Qaeda. En ik word goed behandeld. Maar de boodschap die hij nu heeft is anders. I'm suffering from serious back problems. And I'm not well emotionally. I'm in extreme circumstances and a difficult security situation. As of today, I hold my government responsible for any harm that comes to me. Het is overduidelijk dat Rijken de boodschap voorleest. Of het zijn eigen tekst is of dat hij het gedwongen voor moet lezen, is niet bekend. Rijken uit kritiek richting de Nederlandse regering. Die zou te weinig doen om hem vrij te krijgen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken bestrijdt dat. De Nederlandse regering zet zich in voor al zijn onderdanen. Dat geldt dus ook voor dit geval. Maar juist vanwege dat belang kan ik er helaas niets over zeggen. Dit is een oproep voor de Nederlandse regering en het Nederlandse volk. Jullie mij niet vergeten. Ik vecht voor mijn vrijheid. Jullie moeten ook vechten voor mijn vrijheid. Anders is er geen... Er is geen uitweg. Inwoners van Woerden leven intens mee met de gegijzelde Sjaak Rijken. Sommigen van hen willen zelfs acties opzetten om aandacht te vragen voor zijn situatie. Maar nauw betrokkenen en het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseren deze mensen om deze acties niet uit te voeren in het belang van Sjaak Rijken zelf. RTV Utrecht sprak vorig jaar met oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen. Hij heeft zich in de zaak verdiept en weet precies wat er moet gebeuren. Het moet van onderhandelingen komen. Er moet betaald worden, op wat voor manier dan ook. En dan pas zal Sjaak Rijken weer in Woerden binnenlopen. Maar het lijkt erop dat dat nog niet is gebeurd. En dus richt Rijken zich gisteren op zijn familie en vrienden. I request them to make every effort with the people of Holland to place as much pressure to the government. So that they take serious steps to come to a quick solution and that they respond to the demands of the Mujahideen. Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt die nieuwe video te kennen, maar wil daar geen mededelingen over doen. Ze willen de belangen van Rijken niet schaden, dat zegt een woordvoerder. Woerden is een oude stad met van oudsher ook heel veel bedrijvigheid. En vroeger waren er voor alle ambachten verschillende gilden. Timmerlieden en schippers bijvoorbeeld waren daar dan bij aangesloten. Ja, romantische tijd. Ze hadden zelfs een eigen gebouw in de binnenstad. En dat gildenhuis dat is helaas gesloopt. Alleen de poort is bewaard gebleven. Maar het is triest om te zien hoe de gemeente dit trotse stukje geschiedenis heeft opgeslagen. Het gildenhuis of Sint-Nicolaashuis in Woerden werd lang geleden gesloopt. Maar het bijbehorende 16e-eeuwse poortje bleef behouden. Toen het kerkplein werd opgeknapt, was er geen ruimte meer voor. Het kreeg een tijdelijke plaats op de gemeentewerf. En daar staat het nu al 14 jaar. Nou, wat je hier ziet is dat er zeg maar, allemaal hekwerk voor staat. Dan denk je, dat is een goede bescherming, heel veel hekwerk. Maar aan de achterkant van het hekwerk zie je hier gewoon tegen het steen aan verwijzingsborden, iets over Eiland 3. Dat is het nieuwste stukje van Woerden. Er wordt geen aandacht aan besteed. Het is dus zoiets van, hé, dat is handig om even wat tegenaan te zetten. Al jaren wordt er gepraat over een nieuwe plek voor de monumentale poort. Maar spijkers met koppen worden niet geslagen. Dat het tijd kost, snapt Albers. Maar het duurt allemaal te lang. En de staat van het poortje holt daardoor achteruit. Het wordt overeind gehouden door een paar stellages. Maar er groeit al mos op. Je ziet, de verf is er afgebladderd.
Volgens mij blijft het zo niet goed. Er moet wel wat onderhoud aan gebeuren. En dat zou het beste zijn om het onderhoud te doen natuurlijk op de plek waar hij eigenlijk straks hoort te staan. Raadslid Jaap van der Does is al jaren bezig met het poortje. Steeds loopt hij naar eigen zeggen tegen de stugheid van het ambtelijk apparaat aan en het uitblijven van beslissingen door het college. En dat terwijl het niet zomaar om een hoop stenen gaat. Het is volgens hem van onschatbare waarde voor de stad. Ja, voor ons, voor mij ook en voor veel mensen uit Woerden. Want de Woerenaren zijn zeer gehecht aan het poortje. Volgens Van der Does is er maar één plaats waar het poortje thuis hoort. En dat is naast de kerk. Deze plek zou voldoen aan de wens van heel veel Woerenaren die hem graag op deze plek willen zien. Ik zou zeggen, kom op wethouder, zet je armen eronder en zet het gewoon even gauw door. De gemeente laat weten dat er voor het eind van dit jaar duidelijkheid komt. Albers is daar natuurlijk blij mee. Maar de manier waarop het al 14 jaar gaat, verdient geen schoonheidsprijs. Ik vind eigenlijk dat het Woerden verwijtbaar is dat wij zoiets laten gebeuren. En de laatste jaren is er natuurlijk veel meer aandacht gekomen voor de Romeinse geschiedenis. En dan zie je zo'n drive-in museum en zo'n kerkplein en allerlei dingen gebeuren. En dan worden andere periodes weer even vergeten. Nou, we zullen zien waar hij terechtkomt. Inmiddels is de troep die er tegenaan stond weggehaald, zegt de gemeente. De houten deur van de poort werd gelukkig al binnen bewaard. Ja, en dan, wat brengen andere media aan Utrecht nieuws? Nou, ook Wakker Nederland is het niet ontgaan dat er een groot feest is in het Beatrix Theater vanavond, Rix. Ja, ze kijken ook naar u vandaag, denk ik. Het jubileumfeest voor André van Duin, daar gaat het om. Hij zit 50 jaar in het vak en kan dat zelf eigenlijk nauwelijks geloven. Toen ik eraan begon, heb ik überhaupt niet aan gedacht hoe ver ik zou komen. Ik wou gewoon artiest worden en waar het zou eindigen was ik helemaal niet meer bezig, want ik was toen 16, 17 jaar. De ontdekker van André van Duin, zijn vriend Joop van Ende, trommelt al zijn beroemde vrienden en collega's op om dat in het Beatrix Theater te vieren, dat jubileum. Meneer Wijdbeens, Joep Paloen en Willempie zijn ook uitgenodigd, maar die moeten zich dan wel in galakostuum kleden. Tja. Pittig, pittig. Dan heel wat anders. Dierentuinen in ons land die hebben nog weinig last van de uitbraak van vogelgriep. En dat komt omdat de 12 grootste dierentuinen van Nederland, waaronder Dierenpark Amersfoort en Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen, vogels mogen inenten. Op de site van De Telegraaf lezen we dat vogels in dierentuinen sinds 9 jaar een prikje krijgen. De flamingo's, de pinguïns, die moeten namelijk voor hun welzijn naar buiten. Hoenderachtigen en pauwen die worden voor de zekerheid wel binnengehouden. In ieder geval tot morgenmiddag. Ja, en pluimveehouders die mogen hun dieren niet inenten. En dat heeft alles te maken met de export van het kippenvlees en ook de controle op ziektes. Ja. In Dierenpark Amersfoort hebben ze trouwens wel iets anders om zich druk om te maken. Maar jouw hoedemaker is erg bezorgd over de neushoorn. Het kan toch onmogelijk waar zijn dat we binnen nu en 15 jaar, dat deze prachtige dieren die hier achter ons staan, dat die uitgestorven zijn. En dus heeft hij een ludieke, maar ook wel ernstige actie bedacht. Hij roept mensen op om hun nagels af te knippen en in te leveren. Daarin zit namelijk dezelfde stoffen als in de hoorn. Die nagels stuurt hij dan naar de landen waar de hoorn van de neushoorn in allerlei medicijnen wordt verwerkt. Nu worden er 3 neushoorns per dag gedood. En als dat zo doorgaat, leven er over 15 jaar geen neushoorns meer in het wild. Nou, hij heeft heel veel media-aandacht uit binnen- en buitenland, dus wie weet. Ja, weet jij het? Waar slaapt Sinterklaas als hij in ons land is? Volgens mij heeft hij toch heel veel plekjes? Ja, hij heeft inderdaad heel veel plekken. Want op zijn leeftijd kan de vermoeidheid al snel toeslaan. En dan wil je zo snel mogelijk van het dak af en naar bed. Ja, de Sint die heeft 3 slaapplekken in onze regio. Dat vind ik ook al tamelijk veel, hoor. En wij konden daar vandaag eentje van gaan bekijken. En u koos voor Ouwe Hans Dierenpark. Hey Sinterklaas! Een kijkje nemen in de slaapkamer van Sinterklaas. Dat kunnen niet alle kinderen. De boezemvriendinnen Zara, Julia, Luna en Britten mogen dat vandaag wel. De oude pet en waar Sinterklaas gaat slapen en zijn pantoffels. In Ouwe Hans Dierenpark is een slaapkamer ingericht voor Sinterklaas, zodat hij kan blijven logeren. De 4 meiden nemen graag een kijkje. Ze zijn namelijk gek op Sinterklaas. Sinterklaas is heel top. In zijn slaapkamer staat natuurlijk een bed, een open haard en wat boeken. Kortom, alles voor een gezellige nacht in de dierentuin. De kinderen vinden het jammer dat Sinterklaas er nu niet is, maar blijven fan. Aardig voor kinderen. Ik vind het lief dat hij ons cadeautjes geeft. En hij heeft hele lekkere pepernoten. Heerlijk! Zwarte Piet ging uitfietsen, toen klapte zijn band. Ook de stoere Zwarte Pieten vinden ze te gek. Ze willen uiteindelijk net zo goed leren klimmen en klauteren als de Pieten. Ik geloof dat er in mijn achterwand een pepernootje zit.
Tja, misschien dat er ook nog wel zebrapieten rondlopen. Dat zou de ideale oplossing zijn voor de huidige discussie. Wat gaan we morgen doen, Marie? Nou, we kunnen allereerst naar het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. En daar kun je namelijk op een informatiedag alles te weten komen over astma en andere luchtwegproblemen. Veel mensen hebben daar last van. En het is niet te genezen, maar je kunt er natuurlijk wel wat aan doen. Stoppen met roken of goed medicijngebruik zijn al hele goede dingen. Nou, onze verslaggever kan daar meer informatie voor u verzamelen als u hiervoor kiest. En dan, ja, veel beginnende zelfstandige ondernemers in Utrecht die komen in de bijstand terecht omdat het ze simpelweg niet lukt hun onderneming goed neer te zetten. Om dit te voorkomen wordt morgen een bootcamp voor die ZZP'ers georganiseerd. In 2 dagen worden ze dan tot superondernemers gevormd. Wilt u zien hoe dat nou precies gaat, kiest u dit onderwerp. Slaapt uw baby slecht? Massage helpt. Vader of moeder kan het dan zelf doen. Maar ja, hoe doe je dat? Morgen gaan moeders in Meidrecht leren hoe ze hun baby het beste kunnen masseren. En onze verslaggever die kan voor u meekijken. Dus astma bronchitis, de bootcamp voor slecht draaiende ZZP'ers of babymassage. Kies uw favoriete onderwerp op rtvutrecht.nl en dat kan tot morgen vroeg 9 uur. Willy Brood van Beek blijft commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. De afgelopen 1,5 jaar was hij dat tijdelijk. En tot volle tevredenheid van Provinciale Staten. Maar nu de fusie met Noord-Holland en Flevoland van de baan is, is er weer een vaste commissaris nodig. Hordes politici solliciteerden, maar wat blijkt? Wij willen Willy Brood. Maar de grote vraag is natuurlijk of de mensen in de provincie Willy Brood van Beek kennen. We gaan het proberen op het Vrijburg in Utrecht met een foto. Wie is deze man? Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Geen idee? Helemaal niet. Iets met politiek misschien? Maar dat gok ik omdat hij pak aan heeft, dat weet ik niet. Nee, het komt niet in me voor. Maar wel even volgens mij een van die partijleiders, toch? Weet jij het? Nee. Weet jij wat een commissaris van de Koning is? Nee. Geen idee. Ken hem niet. Zoiets met politiek zijn, maar geen idee. Het is de commissaris van de Koning. Oké. En weet je wat hij doet? Geen idee. Nou, die is de baas van de provincie. Op het Vredenburg is de commissaris van de Koning dus niet zo bekend. Inmiddels ben ik in het provinciehuis. Hier werkt de commissaris van de Koning en ik ga ervan uit dat ze hem hier wel kennen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Welkom. Mevrouw Doornenbol, wie is dit? Dit is Willy Brood van Beek, onze commissaris van de Koning. En hij wordt nu voorgedragen als permanente commissaris. Moeten we daar blij mee zijn? Ja, ik denk dat we daar heel erg tevreden over kunnen zijn. Wat doet een commissaris van de Koning? Een commissaris is heel veel. Een commissaris is lobbyist voor de zaken die voor de provincie Utrecht belangrijk zijn. Voor het bedrijfsleven, werkgelegenheid. Hij is heel erg belangrijk als het gaat over het voorzitten van de politiek hier in de provincie Utrecht. Is hij onze voorzitter. Is een aardige man? Hele aardige man. Het is een man die heel erg de persoonlijke relaties van mensen belangrijk vindt. Meneer Van Beek. U bent voorgedragen om de nieuwe commissaris van de Koning te worden. Gefeliciteerd, bent u er blij mee? Ja, ik ben er heel erg trots op dat de Staten dat besluit hebben genomen. Kijk, de vorige keer was ik natuurlijk voor iedereen een nieuwe. Maar nu hebben ze me 1,5 jaar meegemaakt. En als je dan het volle vertrouwen van de Staten krijgt en ze je op zo'n voordracht plaatsen. Jawel, dat is een heel mooi moment. Een eer. Een eer. Begin volgend jaar wordt hij officieel benoemd door koning Willem-Alexander. En dan moet hij ook in onze provincie gaan wonen, want dat doet hij nog niet. Ja, dat lijkt me wel. Dat is een goede zaak. Tot slot gaan we even naar het weer kijken. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Het waait nauwelijks en het koelt af naar zo'n 7 graden. Ook morgen is het bijna de hele dag bewolkt. Het waait dan ook nauwelijks en het wordt dan iets warmer, hooguit 9 graden. Ook de dagen daarna zien we nauwelijks zon. De middagtemperatuur schommelt dan tussen 7 en 10. En geleidelijk aan neemt de kans op regen dan ook wat toe. Ja, blijft laag in ieder geval de temperatuur. Dat was het. U vandaag zit erop. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En wij zijn er morgen weer. Toch? Graag tot dan. Ja, zeker weten. Fijne avond. Dag.